Ja, ik, ben, ik ben gewoon heel benieuwd naar een soort van praktische handvaten van hoe creëer je nou meer overzicht en controle in je business. of Datgene wat je aan het doen bent. Hè? Dus je zegt ook je loopt vaak in zeven sloot tegelijk. Dan ben je al snel het overzicht of de controle kwijt. misschien, ja. maar misschien ook niet. Maar ja. hou het simpel. Of, wat, 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 wat zouden jouw praktische tips zijn die jij in je dagelijks leven toepast, die jou meer overzicht en controle geven? Ja, het is dan dus ook belangrijk dat je echt uh, goed weet hoe je functioneert of hoe je in elkaar zit. Hè? We hadden het net over talenten en drijfveren. Uh, ik vind het ook wel lekker als ik gewoon uh, uh, redelijk met rust gelaten word, zeg maar. Weet je ik word niet de hele dag door gebeld, dat vind ik ook heel fijn. Dus ik communiceer heel fijn met uh, WhatsApp. Uh, op het moment dat, dat ik dan tijd heb, kan ik reageren. Mm -hmm. dus, maar het is ook belangrijk dat je weet hoe dat voor jou werkt, om, daarop te kunnen, uh, op dat, op, om dat dan zo te kunnen organiseren. Dus ik, ik heb veertig uh, mensen in dat bedrijf werken. Maar ja, ik heb natuurlijk niet iedereen continu aan de lijn. En dat moet ook niet, want daar, daar zou ik helemaal gek van worden. Dus om, om daar ook compromisloos bij jezelf te beginnen. en te denken: van wat werkt voor mij nou fijn? Ik ben ook best wel vaak thuis aan het werken. Dus ik begin heel vaak mijn dag uh, thuis. Uh, tot een uurtje of uh, half elf, kwart voor elf. Dan ga ik vaak naar de sportschool. Naar een uurtje sporten. En dan, uh, ja, smiddags heb ik dan soms wat afspraken. Vaak, vaak wat afspraken. Maar. Wat dus volgens mij heel belangrijk is om goed te weten van wat is nou voor jou een ideale situatie. En die dan, ja, dat, dan te kijken van hoe kun je dat creëren. Ik moet ook denken aan toen ik nog uh, in uh, loondienst werkte. Daar had ik heel vaak uh, overlegjes en dat deed ik altijd buiten. Dus ik ging altijd op een terras zitten met iemand. Juist, uh, yes. witte bal erbij. Ja, bijvoorbeeld. Of, uh, <laughs> en mijn collega's die keken daar uh, naar van ah, wat doe jij nou. Joh? Die dachten dat je dan per se in een vergaderkamertje moest gaan ja. zitten met elkaar. Ja. Dus, dus daarin ook gewoon je vrijheid opzoeken en uh, ja, ik weet dat ik uh, zolang mijn resultaten goed waren voor mijn baas alles uh, gezegend weet je, dat zou hem uh, jeuken hoe ik mijn overlegjes deed. Nu ook doe ik vaak uh, maak een wandelingetje met overlegjes of zo. Dus je kunt daarin nog veel meer uh, dingen naar je hand zetten en uh, ja, dat mag je. mag het gewoon zelf weten allemaal, weet je. Helemaal als ondernemer. Ja. Dat dat heb ik toch ook wel echt. Uh, ben ik ook nog steeds aan het leren dat je het echt zelf mag weten in je onderneming. Je, je bent ondernemer, je <laughs> bent eigen baas. Ja. Dus wie gaat dan jou bepalen hoe je het moet doen? Weet je, niemand toch eigenlijk, want je mag het echt zelf bepalen. Ja. Maar ja, vergeten we natuurlijk, omdat er allerlei dingen zijn... die toch uh, weer uh, ja, aan de vragen of de, de conventies... of misschien dingen die je van thuis hebt meegekregen. Ja.